De vinders van de Romeinse munten onthullen de goudschat onder het oog van de massaal toegestroomde pers. Het gaat in totaal om 41 gouden munten die door de jaren heen zijn gevonden in Lienden. Op de expositie in het Valkhof Museum zijn de munten samengebracht. Een van de vinders is Kees-Jan van der Pol. Ja, ik viel bijna van mijn stoel. Het goud komt zo mooi de grond uit. En je beseft eigenlijk wel meteen dat hij echt iets bijzonders in de handen had. En dat is dus ook zo, zeggen archeologen. Want die Romeinse munten, die zijn nog best wel wat waard. Als we het zo'n beetje inschatten, kan iedere vinder daar wel een klein autootje aan overhouden. De expositie is een welkom steuntje in de rug van het Valkhof Museum. Want dat verkeert al enige tijd in zwaar weer. Met de bijzondere muntencollectie uit Lienden hoopt het museum de bezoekersaantallen op te krikken. Dit komt ons heel goed uit op dit moment. Ja. En is de gelukkige vinder er zelf nou ook beter van geworden? Ik ben geen rijk man, we hebben het gewoon in bruiloft gegeven. Het belangrijkste is dat het te zien is voor het publiek en dat iedereen ervan kan genieten.